Halen en brengen. Uitwisselen en samenwerken. Inspireren en ontmoeten. Dynamisch en vernieuwend. Nieuwe mensen. Nieuwe ideeën. Van, voor en met elkaar. Omdat we elkaar nodig hebben. Ik. Jij. Wij. Het is vrijdag 4 oktober en ik zit hier heerlijk buiten bij Madense Hockey Club in Made. Voor het netwerkevenement Halen en Brengen. En ik ga in gesprek met twee van de coördinatoren, van de organisatoren. Anita Voermans van seniorenpartner De Wijngaard. Ja. En Petra Roemer van SOFAC. Ja. Ja. Het netwerkevenement, Anita. Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Het is de bedoeling dat we eigenlijk elkaar gaan helpen om te weten hoe we aan vrijwilligers komen. Wat we voor de vrijwilligers moeten doen. Hoe we ze moeten behouden. En daar gaan we mee in gesprek met verschillende organisaties die zich hebben aangemeld. Oké. Okay. Petra, en jullie hebben het niet met z'n tweeën georganiseerd. Er zijn meer organisaties die het georganiseerd hebben. Er zijn best wel wat mensen om dit event voor elkaar te krijgen. En ik wil een hele kleine aanvulling maken op zojuist. Want het thema is ook halen en brengen. Ja. En daarmee hebben we de insteek genomen dat wij als vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Drimmelen. We weten soms niet eens van elkaar dat we bestaan. Dus daar is het voor. En het is niet alleen dat wij dus dingen willen halen. Dus ik kom niet alleen halen, maar wij als SOFAC hebben ook heel veel dingen te brengen. En dat geldt voor heel veel organisaties, denk ik. Hè? Maar vaak weet je dat niet van elkaar. Nee, en op deze manier denk ik dat we echt een enorme prikkel kunnen geven om nog weer met elkaar te kunnen samenwerken. Ja. Dankjewel, heel veel succes vanmiddag. Bedankt. Dankjewel. Ja, oké. Kees, jij was vanmiddag aanwezig bij dit evenement en ik zag jou overal ook druk deelnemen aan de gesprekken. Kun je iets teruggeven aan mij? Ik ben benieuwd van wat heb je meegenomen? Opvallend op zo'n middag is dat er heel veel organisaties binnen de gemeente Drimmelen zijn die op zoek zijn naar vrijwilligers. En het is heel fijn om dan te horen dat die organisaties ook samenwerking willen zoeken. We op het gebied van natuur, ik ben lid van Maas Natuurvrienden. Op het gebied van muziek, ik ben lid van Vals Alarm, wij zoeken ook leden. Want je moet toch samen muziek maken en samen, dat is leuker dan alleen. Dus ik denk dat het heel goed is om zo'n opzet als vanmiddag mee te maken. En heb je die gouden tip ook al gevonden vanmiddag? Nee, de gouden tip. Ik denk samenwerking, alle organisaties samen. Als je dan iets voor elkaar kunt krijgen dat er een algemeen punt, want dat vond ik wel belangrijk idee van vanmiddag, een informatiepunt waar alle vrijwilligers bij elkaar komen, waar je kunt putten uit vrijwilligers. Oké, dankjewel. En ik hoop dat er iets moois voor je op gaat leveren voor al die verschillende organisaties. Ja, dankjewel. Samen moeten we het doen. Zeker weten. Sjaak van Schie. Agrarische Natuurvereniging. En nog wel meer petten, denk ik, Sjaak. Klopt, ja. Jij hebt vanmiddag twee prikkelende dingen gezegd, vond ik. In die eerste groep hebben we dat uitgewerkt tot een pool van vrijwilligers voor met name secretaressen en penningmeesters. Kun jij daar iets meer over vertellen? Waar zit je dan aan? Waar zitten we dan als groep aan te denken? Ja, Lilian, daar zit ik natuurlijk. Daar ga ik graag iets over vertellen. Op de volgende manier. Dat als je met meerdere organisaties behoefte hebt aan deze functieinvulling, vacatures, en je kunt ze zelfstandig niet meer vinden, dan moet je gaan nadenken over een pool. Een pool van secretaris penningmeesters. Maar je kunt zelfs zover denken dat als je op een gegeven moment met een aantal clubs behoefte hebt aan zo'n secretariaat of penningmeesterschap, dat je dat voor meerdere organisaties bij één en dezelfde persoon gaat neerleggen.
En dan kom je ook dichter bij het fenomeen dat daar professionals voor gevonden kunnen worden. Die het zij omdat ze het leuk vinden, maar soms gewoon vanuit professionaliteit van hun werkgever een bijdrage aan willen leveren. En waarom zeg ik dit? Omdat je dan ook door maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan kom je dus bij bedrijven die het ook belangrijk vinden dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat ze hun personeel, een personeelslid wat daar geschikt voor is, bijvoorbeeld voor uren of dagdelen beschikbaar stellen om dit ongelooflijk nuttige werk voor verenigingen te doen. Ik kijk even in de camera om al die ondernemers die hier misschien iets mee kunnen, toch even aan te kijken. Van, ja. Is dit nou iets wat voor jou echt prikkelt? Houd dit even in de gaten en meld je in ieder geval bij SWO, bij het vrijwilligersinformatiepunt. Want ik denk dat dit een hele mooie zou kunnen zijn. En ook een grote ontlasting voor verenigingen die echt worstelen met dit probleem. Ja, ondernemersnetwerk Drimmelen hoop ik hiermee te triggeren. Nou, we hopen dat dit iets aan gaat wakkeren. Ja, en de volgende stelling, die ging over hoe vind je vrijwilligers, niet gepensioneerde vrijwilligers. En daar noemde jij iets van het onbenut potentieel in onze gemeente. Ja, ja. Daar had jij zoiets moois over. Vertel. Nou, dankjewel. Ja, wat betekent dit? Je moet ervan uitgaan dat een gemeente als Drimmelen met ongeveer 30.000 inwoners, dat er elk jaar een x-aantal nieuwe inwoners komen. Deze mensen hebben een keuze gemaakt om in Drimmelen te gaan wonen, om een of andere reden. En zij laten iets achter in de plaats waar ze vandaan komen en zij zoeken een nieuwe plek. En die nieuwe plek die vind je natuurlijk onder andere door actief te worden naast werk, school, etcetera. En als je deze mensen dus regelmatig zou uitnodigen om bij elkaar te komen als nieuwe inwoners. En daarom zeg ik, je hebt daar de burgemeester bij nodig. Weer onze burgemeester. Dat de burgemeester naar Omroep Drimmelen kijkt, Sjaak. Weet je, de burgemeester die heet deze mensen dan welkom. En weet je wat hij zegt? U heeft een goede keuze gemaakt door in onze mooie groenblauwe gemeente Drimmelen te komen wonen. En dan gaat hij vast ook iets vertellen over het verenigingsleven. Nou, precies. En weet je wat wij allemaal te bieden hebben? En daar moet je dan zo'n avond voor inrichten met al die interessante clubs die wij hebben. En ik denk dat je daarmee ook een heel groot potentieel aan nieuwe vrijwilligers naar je toe kan halen. Die hebben waarschijnlijk voor een groot gedeelte of voor een gedeelte ook in een oude woonplaats hebben ze iets gedaan. En wat jij dan straks ook aangeeft, vaak vinden mensen het moeilijk. Ze komen hier net wonen, ze hebben het druk. Of ze vinden het moeilijk van, ja, er is al zoveel en die kennen elkaar. Van hoe kom je daartussen? Ja. En dit zou natuurlijk een geweldig iets zijn. En ook meteen een kennismaking met elkaar. Precies, een kennismaking. Ik denk dat dit een gouden greep is. En ik denk dat dit ook wel een mooie oproep is. Zeker naar onze burgemeester en naar de gemeente. Om dit samen met de organisaties op te gaan pakken. Boy oh boy. Dit is wel een heel mooi slot. Ja. Suzanne, jij hebt deze middag de voorzittersrol gehad. Alles aan elkaar gesproken en ons geïnspireerd om in gesprek te gaan. Wat vond je van deze avond, van deze bijeenkomst zelf? Ja, ik ben eigenlijk heel positief verrast. Want het is een programma wat we de afgelopen weken bedacht hebben. En dan zit je natuurlijk aan de schrijftafel te denken, hoe kun je nou op een leuke manier zorgen dat mensen met elkaar in gesprek komen. En ik zag eigenlijk de hele tijd ongelooflijk leuke gesprekken ontstaan. Mensen echt geïnteresseerd in elkaar. Of heel goed met elkaar in gesprek rondom die thema's die we hadden. Dus ik dacht de hele dag, het werkt, het land. Wat we bedacht hebben, dat lukt. Dus mijn hart ging er wel van zingen. Ja, en wat dan altijd heel belangrijk is, we gaan direct naar huis. En dan? Ja, waar blijft dit nu, hè? Ja. Is het nu over? Of, Nou, dat hoop ik niet. Kijk, je hoopt natuurlijk dat mensen het zo leuk vonden dat ze ook wat geïnspireerd zijn geraakt. En dat ze misschien zouden willen aanhaken bij een werkgroep om die ideeën die we vandaag allemaal de lucht in hebben geworpen, om die ook te laten landen. Dus dat hebben we net ook gevraagd. Wie zou er misschien willen aanhaken? En we hopen dat er mensen zijn die dat gaan doen. En daarnaast hebben we natuurlijk in groepjes nagedacht over verschillende vraagstukken waar vrijwilligersorganisaties mee
mee kunnen zitten. Daar zijn ontzettend veel leuke creatieve ideeën uitgekomen. En SVO Drimmelen gaat zorgen dat dat ook blijvend, zeg maar, voor iedereen beschikbaar is. We weten nog niet precies hoe. Nee. Daar gaan we een creatieve manier voor bedenken. Ja, er komt iets terug. Ja. Er komt iets terug, in ieder geval voor al deze deelnemers. En hopelijk ook voor de mensen die er vandaag niet bij konden zijn en het heel jammer vinden. Ja. Ja, en ik hoop stiekem natuurlijk volgend jaar weer uitgenodigd worden om weer mee te denken over zo'n bijeenkomst. Ja. Dat we het een vervolg gaan geven. Ja, die behoefte vandaag wel duidelijk naar voren gekomen. En wij als Omroep Drimmelen hebben natuurlijk ook een verslag gemaakt, wat ook in ieder geval uitgezonden gaat worden. Waardoor ook veel meer mensen dit in ieder geval meekrijgen. Ja. En ik denk dat als mensen zeggen van, oh, ik heb echt iets gemist, ik wil er volgende keer bij zijn, kunnen ze sowieso bij SWO dat nu al aangeven, lijkt. Zeker, alsjeblieft. Ja. Meld je aan en denk mee. Hartstikke fijn. Jij bedankt en ook voor het voorzitten van de dag. Dankjewel. Dankjewel. En ik hoop dat jullie inderdaad geïnspireerd worden om aan te haken bij dit belangrijke netwerk.